Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe film van Luca Guadagnino, Bones and All. Hij werkt hiervoor opnieuw samen met Timothy Chalamet en zij hebben natuurlijk ook samen Call Me By Your Name gemaakt. En ik was niet zo'n groot fan van die film, maar ik was wel een fan van Luca Guadagnino's Suspiria remake, dus ik keek op zich wel uit naar deze ook. Ik ben blij om te zeggen dat Bones and All, net als Suspiria, me eigenlijk heel goed bevallen is. En het zijn allebei vrij unieke films. Suspiria had natuurlijk het voordeel dat het wel gebaseerd is op de oude Dario Argento film, maar deze Bones and All is volgens mij echt iets compleet origineels. In deze film volgen we het hoofdpersonage, gespeeld door Taylor Russell, en zij weet ook wel gewoon echt de film te dragen. Zij is geboren met een bepaalde aandoening, waardoor ze een beetje cannibalistische trekjes heeft. De personages in deze film zitten een beetje halverwege tussen zombies en vampieren in, want ze kunnen wel gewoon in het daglicht over straat, maar ze moeten zichzelf dus voeren met mensenvlees, en ze hebben ook hele goede neuzen, dus ze kunnen ook ruiken wie er nog meer is zoals zij. En de film begint dus wanneer haar vader haar achterlaat, omdat hij denkt dat hij haar niet meer kan verzorgen. En dan gaat zij dus eigenlijk op een roadtrip op zoek naar haar moeder toe. En onderweg leert ze dus Timothy Chalamet's personage kennen en dan begint er dus een soort cannibale liefdesverhaal. Ze zou het ook een beetje een soort Bonnie en Clyde-achtig verhaal kunnen noemen met hun met z'n tweeën onderweg dus. En ondertussen gewoon allemaal slachtoffers aan het maken. Maar richting het begin van de film wordt Taylor Russell's personage eerst ook opgeleid en geleerd hoe ze haar krachten onder controle kan houden. De persoon die dat dus voor haar doet, die wordt gespeeld door Mark Rylance en die heeft dus wel echt een hele aparte rol voor zijn doen. Hij is een Oscar genomineerde acteur natuurlijk, dus je verwacht wel een bepaald level van kwaliteit en hij weet dat ook zeker naar deze rol te brengen. Zijn personage is gewoon echt extreem creepy en verontrustend en dat is eigenlijk ook wel een beetje een thema door heel de film heen. Er zitten gewoon echt meerdere scènes in deze film waarin ik gewoon een beetje lichamelijk ongemakkelijk werd, dat je gewoon bijna wilt wegkijken, omdat het er zo pijnlijk uitziet. En in bepaalde scènes weet ze ook heel effectief om te gaan met juist dingen niet te laten zien, dus de camera ergens anders op te houden terwijl je echt gewoon de meest verknipte geluiden hoort. Het is zeker geen film voor mensen met een zwakke maag, maar dat valt ook wel te verwachten met de cannibale opzet natuurlijk. Ik vond Timothy Chalamet in deze film ook wel gewoon echt heel goed. Dit is voor het eerst eigenlijk sinds Paul Atreides dat ik wel zoiets heb van hij komt hier gewoon likable over. Want de eerste paar rollen, en als je terugdenkt naar hem in Call Me By Your Name bijvoorbeeld, was hij altijd een beetje een soyboy. Terwijl hier komt hij wel gewoon stoer over ook. Ik zag tijdens het kijken van de film in de bioscoopzaal dus ook een aantal mensen weglopen. En ik weet dus niet of het eraan lag dat het gewoon iets te gewelddadig en gruwelijk was. Het kan ook zijn dat ze de film misschien een beetje traag en saai vonden. Want het is dus wel een film met een beetje zo'n indie-achtig tempo. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon volledig geboeid bleef tijdens heel de film. Wat mij betreft werd er altijd gewoon iets gedaan voor de personages, ook in de wat tragere scènes. En de vader van het hoofdpersonage heeft ook een bepaalde tape achtergelaten waarin hij uitlegt waarom hij haar heeft achtergelaten. En daarbinnen krijg je dus allemaal achtergrondverhaal ook. Dan merk je gewoon dat veel van deze soort zombie-kannibaal-achtige personages best wel een tragisch achtergrondverhaal hebben. Want terwijl ze dus onderweg zijn, worden ze af en toe ook opgepikt door andere neuzen. Maar zoals ik al zei, springt vooral Mark Rylance dus echt bovenuit. Omdat elke keer als hij in een scène zit, hij heeft er niet per se heel veel tijdens de film, maar hij weet wel altijd een indruk achter te laten. De intensiteit van elke scène waarin hij voorkomt wordt door de film heen ook steeds groter en het bouwt dus ook wel echt op naar een hele toffe climax. Het is in ieder geval een film waar ik waarschijnlijk nog wel even over na ga denken en ik denk dus ook wel dat er misschien ruimte ligt voor een vervolg nog. Want de titel Bones and All verwijst dus naar een volledige maaltijd wanneer een kannibaal gewoon een ander persoon van top tot teen opeet, inclusief botten ook. En daar wordt dus over gepraat tijdens deze film als echt een soort openbaring, dat je leven daarna als kannibaal dus volledig anders is. Dus misschien kunnen we dat nog te zien krijgen in een aankomend deel. Als de film gewoon zo op zichzelf blijft staan, ben ik er ook meer dan tevreden mee. En vervolgens niet echt nodig. Maar ik denk dat ze gewoon genoeg hebben gedaan om deze wereld soort van uit te breiden. Dat je daar misschien nog wel ruimte voor hebt. Maar ja, ik was dus zeker tevreden met Bones and All. En hij draait nu nog in de bioscoop. Niet in alle bioscopen, maar een beetje in de Buitenhof Tuchinski-achtige zalen volgens mij. Maar hebben jullie al de kans gehad om Bones and All te kijken? Zijn jullie erheen gegaan voor Timothy Chalamet? Laat me weten wat jullie ervan vonden. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.